De tienduizendste persoon die vandaag in Suriname werd gevaccineerd is Wilgo Tolut. Vanmorgen ontving hij samen met zijn vrouw het vaccin op het terrein van KKF, waar ook dit weekend een groots opgezette vaccinatiecampagne gaande is. Het was er dan ook een komen en gaan van voornamelijk senioren burgers die het vaccin wilden hebben. Dit is het moment waarop Wilgo Tolut het vaccin ontving en uit handen van minister Omar Ramadan van Volksgezondheid een boeket als waardering voor zijn participatie om gevaccineerd te worden kreeg. Tolut gaf na dat prikje aan dat hij zich prima voelt en dat hij het niet had verwacht dat hij de tienduizendste persoon zou zijn. Minister Ramadan is tot nu toe zeer tevreden met het verloop van de vaccinatiecampagne. Oh, dat doet prima, heel goed. Ik ben natuurlijk bang voor prikjes, dus. ik voel me oké. Had u verwacht dat u de 10.000ste zou zijn? Eerlijk gezegd niet. Eerlijk. Ik ben verrast. Ik ben hier verrast. Ik ben echt in de bloemetjes gezet en ik heb wat cadeautjes gehad. Dat maakt het nog mooi. Maar waarom heeft u zich laten vaccineren? Wat zei u? Waarom heeft u zich laten vaccineren? Ik ben al de 60 gepasseerd. Ik heb onderliggende factoren. Ik heb me goed laten informeren en ik wil mezelf en mijn medemens beschermen. Ja, ik heb vandaag, vandaag is de tweede grootste vaccinatiedag die we doen, los van de andere dagen door de week. Morgen is er weer een dag. En ik heb vandaag besloten om toch even te komen kijken. De organisatie is in handen van een heleboel organisaties. Het is echt wel een nationaal ding. Je ziet het ook grootscheids aangepakt, goed georganiseerd. De flow is prima. De mensen die weten precies waar ze naartoe moeten. En ik ben onder indruk. En dit is zeker een pluimpje waard voor de organisatie. Ook met dank natuurlijk aan het bedrijfsleven, die ook de nodige ondersteuning geeft. De Rode Kruis, de Lions, Rotary, BOG, Medische Zending, Wanika Ziekenhuis. Allemaal zijn hier vandaag om dit geheel te coördineren, te helpen ondersteunen. Alles op basis van vrijwillige input. En we zijn heel blij dat wij als, als Suriname kunnen tonen waar en hoe wij samen kunnen werken met onze professionals, met onze vrijwilligers, met onze eigen Surinamers om tot een succes te komen. Ook de gepensioneerden van het telecommunicatiebedrijf Telesuur hebben vanmorgen een prikje ontvangen. Volgens Janice Asraf, manager Corporate Communications van Telesuur, wil dit bedrijf dat zowel de werknemers als de gepensioneerden gezond blijven. Vandaar dat ook zij zich zijn komen vaccineren. En toen de gelegenheid er was dat we vandaag onze gepensioneerden konden laten vaccineren, hebben we toen een oproep gedaan en gevraagd dat de gepensioneerden zich registreerden samen met hun partners die 60 plus waren. En we hebben toch wel een mooie opkomst kunnen krijgen. En weet u toevallig wat de opkomst was vanuit Telesuur? We hebben circa 125 registraties gehad. Dus toch wel een mooi aantal. Dat was Janice Asraf, manager Corporate Communications van Telesuur. We spraken haar vandaag op het terrein van KKF, waar senioren burgers en personen vanaf 40 jaar met onderliggende ziektes zijn gevaccineerd. De organisatie wil vandaag alleen meer dan 2000 personen vaccineren.